Met Harde Schuurman. Goedemiddag. Er is deze week een mooie nieuwe kastanje geplant op de Schavenweg. Dat en daar klopt. was men op Facebook eigenlijk wel wat verbaasd over, maar dat het om een andere plek was gekomen. Maar even terug naar de situatie met de oude boom. Die is niet meer te redden. Nee, de oude boom is inderdaad niet meer te redden. Er is, bij een storm eind vorig jaar is die onherstelbaar beschadigd geraakt. We hebben nog geprobeerd om een deel van de boom te redden. Maar eigenlijk bij de inspecties die we de afgelopen tijd hebben gedaan, bleek dat dat helaas niet het geval was. Dus hoewel we altijd erg terughoudend zijn om monumentale bomen weg te halen of te laten verdwijnen, is het in dit geval echt niet anders. Nee, en is dat de reden ook dat de gemeente zoiets heeft van dat is erg jammer, maar dan willen we toch een nieuwe boom neerzetten? Ja, het is natuurlijk een hele beeldbepalende plek. Dus in die zin inderdaad is het wel belangrijk om te kijken of je op die plek ook weer een mooie boom met dezelfde uitstraling terug kan krijgen uiteindelijk. Ja. Ja, want de boom staat op de monumentale boomlijst. Dat betekent dat ook de gemeente dan een vergunning moet aanvragen, toch? Ja, dat klopt. We hebben inderdaad ook zelf vergunning aangevraagd voor de kap van de boom. Daarom staat de boom er ook nog. Want die mag pas weg op het moment dat wij de kapvergunning hebben. En die procedure loopt nog. Oké. Een van de opmerkingen van de mensen was, waarom wordt die dan weer, waarom wordt die nu op een privéterrein neergezet? Oeh, dat durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen waarom die net iets verderop is verplaatst. Maar dat zal ongetwijfeld ook een praktische reden hebben. Ja, want het is een boom van 10 meter lang, 1000 kilo zwaar, die kreeg ze amper omhoog. En hij heeft een omtrek van 50 centimeter. Ik had wel eerder gezegd een diameter, maar dan zou het wel een hele grote boom zijn. Ja. Wat ik nog dan afvraag, zijn er meer van dit soort bomen dat u denkt van daar maken we ons zorgen om, maar die moeten in de toekomst wel nog aangepakt worden? Nou, we hebben juist ook natuurlijk een lijst met waardevolle bomen om dat naar de toekomst te kunnen borgen. Welke bomen we extra in de gaten houden omdat ze op beeldbepalende plekken zijn of een historie hebben. In november ook een nieuw beheerplan voor de openbare ruimte vastgesteld waarin ook de middelen zijn geborgd voor boomonderhoud. We zijn nu dus bezig met een nieuwe lijst met waardevolle bomen. Dus alles bij elkaar doen we daarmee wel de dingen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat, dat we bomen zo goed mogelijk kunnen onderhouden. En ook zo lang mogelijk kunnen behouden. Tegelijkertijd voorkomen is altijd lastig, hè? Helemaal voorkomen. Want je ziet, in dit geval was het zo'n uitzonderlijke storm, dat we ook deze boom helaas niet hebben kunnen redden. Oké, als we het over bomen hebben, en dan heb ik het. Er komt binnenkort een mooie koningslinde, wat ik begrepen heb, in Zevenhuizen. In het Koningskwartier. Dat is, en wat dan de discussie eigenlijk een beetje opleidde, ook op sociale media, was en hoe zit het dan met de boom, zoals men dat noemt, in de Dorpsstraat van Zevenhuizen? Komt daar nog een boom terug of wordt er iets anders mee gedaan? Dat zou ik even na moeten gaan. Ik weet dat de boom zo ergens begin 2018 helaas is verdwenen. Of tenminste gekapt natuurlijk. Volgens mij waren er plannen voor een nieuwe herkap, maar, of een nieuwe herplant, maar ik weet niet hoe het daar precies mee staat. Oké. Okay. Ja, dan nog even de vraag, buiten alle bomen waar we het nu over hebben, die ons lucht geven. Hoe is het met de wethouder? Ja, die heeft allereerst, laat ik daarmee beginnen, heel veel waardering voor al die mensen in de zorg, in het onderwijs, in onze eigen buitendienst die dag in dag uit keihard bezig zijn om het land zo goed als mogelijk draaiend te houden. Maar ja, in deze bijzondere tijd, het is ook voor mij een heel rare en opmerkelijke tijd. Heel veel vanuit huis, thuis onderwijs geven aan de kinderen en alle afspraken via videoconferencing. Dat is allemaal, het gaat allemaal anders dan normaal. Tegelijkertijd, gelukkig draait er ook een hoop nog wel door. Maar het belangrijkste eerst zorgen voor de gezondheid. En in die zin ook belangrijk om ons allemaal te houden aan de maatregelen zoals ze nu zijn ingesteld. Oké, dank u wel. Graag gedaan.